Dit is Mo. En Mo is mijn nieuwe pop. Hij is net binnengekomen. Maar kijk eens naar die mond. Die staat open. Ja, en dat wil ik natuurlijk niet. Bij de meeste nieuwe menspoppen is dit aan de hand. Als die uit de doos komt, staat zijn mond open. En dat komt omdat die mond bestaat uit een aantal lagen stevig stof. Ja, dat heeft hij nodig, want anders zou die mond niet in vorm blijven. Dus die stevigheid, die heeft een functie. Maar in het begin zit die stevigheid je wel een klein beetje in de weg, want die mond staat open. En hoe kun je dat nou verhelpen? Hoe zorg je nou dat die mond dicht gaat? Nou, daar ga ik je mee helpen in dit filmpje. Een nieuwe pop moet altijd even mondoefeningen doen. Dat is echt waar. Maar hoe zien die mondoefeningen er nu uit? Je begint met de mond eerst dicht te doen. De mond zit nu dicht en we willen graag dat hij een beetje soepeler wordt. Dat we er meer grip op krijgen. En je ziet het al, mijn hand maakt deze beweging. Ja, dus dat is ook wat ik ga doen met die mond. Ik ga de mond een beetje kneden. Kneden, dus ik maak deze beweging. Deze beweging. En als je nou zegt, dat lukt niet, dan is die mond echt bij mij nog een beetje te stug voor. Dan help je hem een beetje. Dan maak je dit van je hand, een klauw, en dan duw je daar even die neus tegenaan. En natuurlijk doe je dit niet waar kinderen bij zijn. Want laten we wel wezen, het ziet er niet heel fijn uit, toch? En hoe lang moet je hem dan vasthouden zo? Best lang. Ja, reken erop dat je in de eerste weken dat je de pop hebt, toch echt wel heel regelmatig even dit doet. Of de mond dicht duwt. Je maakt de mond op deze manier soepeler. En dat is fijn. Dus die mondoefeningen, hoe gek het er misschien ook uitziet, die hebben een functie. Daar word je uiteindelijk een heel blij mens van. Want door die mondoefeningen gaat die mond echt beter dicht. En een dichte mond, dat is een hartstikke fijn uitgangspunt. Dat is echt waar. Ja, want bij een pop waarbij zijn mond open staat, daar gaan kinderen veel sneller bij schreeuwen. Of daar worden ze hartstikke bang van. Nou, dat wil je toch allebei niet? Dus mondoefeningen doen met je pop, dat is echt geen overbodige luxe. Ik ga het je ook even van de zijkant laten zien. Kijk. Dit is de beweging die je maakt. Wat ik zelf vaak doe is als ik 's avonds journaal zit te kijken, dan pak ik mijn nieuwe pop erbij en dan kijk ik even op deze manier. Wat je merkt is dat er hier in het midden ergens zo'n soort bobbel gaat ontstaan. En wees niet bang dat hij hier van stuk gaat, want dit kan hij goed hebben. Dus doe jezelf een lol. En doe die mondoefeningen, want dat maakt dat hij soepeler wordt. En met een soepele pop, daar speel je gewoon veel fijner mee. En dat is natuurlijk waar we naartoe willen. Een pop die niet alleen voor kinderen prettig is, maar ook nog voor jezelf. Gewoon een pop waar je zelf ook nog heel fijn mee spelen kunt.